Hofpresident Iwan Rasoubaks heeft afgelopen vrijdag het startsein gegeven voor de driejarige opleiding tot civiele rechter. De RAJO-opleiding die wordt gefinancierd door de Europese Unie. Voor deze opleiding waren er 75 sollicitanten. Echter stromen na een selectieprocedure 15 personen door, namelijk 10 vrouwen en 5 mannen. De behoefte aan civiele rechters is groot, aangezien enkele rechters in de komende 5 jaren met pensioen gaan. LVV-minister Parmanan Seodin heeft afgelopen vrijdag het startsein gegeven voor het landelijk plantvermeerderingsproject met als doel kwalitatief goed plantmateriaal beschikbaar te stellen aan de samenleving. De bewindsman vindt het jammer dat er in Suriname een tekort aan kader is en zeker ook arbeiders die in het veld willen werken. Het ministerie werkt eraan hierin verandering te brengen. De colleges op de Antonicom Universiteit van Suriname zijn vandaag weer begonnen. De acties van de vakvereniging Wetenschappelijk Personeel Universiteit van Suriname werden vrijdag om middernacht opgeheven. Het bestuur van de universiteit bereikte overeenstemming met de bond over de uitbetaling van de lonen op basis van de in 2022 vastgestelde loonreeks en de gelden die met terugwerkende kracht verschuldigd zijn.